Het is zaterdag, zaterdag 16 mei. Van harte welkom. Fijn dat je weer kijkt naar deze uitzending. Ik lees met je verder in het Bijbelboek Openbaring. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 9. Ik lees vers 13 tot en met 21. Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei: maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten. De vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de bereden troepen, ik hoorde hoeveel het er waren, bedroeg 10.000 maal tienduizenden. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borstpanzers waren vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen: het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal. Ik wil het vandaag met je hebben over de dood. Natuurlijk geen fijn onderwerp, maar wel realistisch. Ook vanwege mijn werk als predikant sta ik vaker bij het graf. Denk je na over het leven, over het sterven? En is de dood altijd iets ongrijpbaars? Iets vreselijks ook. Het brengt scheiding tussen mensen. De dood brengt veel verdriet met zich mee. En misschien herken je dat wel, omdat je zelf rouw kent in je leven. Iemand moet missen van wie je houdt. De dood. Wat me opvalt, is dat in onze samenleving en elders in de wereld van vandaag de dood als het ware soms wordt goed gepraat. En dat mensen zeggen: ja, de dood hoort er nu eenmaal bij. Want uiteindelijk ontkomt niemand eraan. Iedereen gaat een keer sterven. De dood hoort bij het leven. We kennen het woord euthanasie. Weet je trouwens dat het letterlijk betekent goede dood? En zo praten we de dood als het ware goed. Alsof het erbij hoort van nature. Maar zo is het niet. Als je de Bijbel erop naleest, dan kom je tot de ontdekking dat de dood helemaal niet bij het leven hoort. De dood was het gevolg van de zondeval, onze opstand tegen God. Als dat er niet was geweest, dan was de dood er ook niet geweest. In de tekst van vandaag horen we de zesde bazuin. In de afgelopen twee dagen die eerste vijf bazuinen. In de tekst van vandaag ultieme kwaad. Ultieme ellende en onheil, de dood. De zesde bazuin klinkt als een waarschuwingssignaal. Want kijk eens om je heen wat er gebeurt in de eindtijd waar wij in leven. En hoe de dood daarin een rol speelt. Ook in onze samenleving, hè, denk aan die hele discussie over voltooid leven. En zelfs verlangen naar de dood op zich. We zien het om ons heen vandaag de dag, die tekenen van de eindtijd. Het is een bazuin, en dat is geen muziekinstrument, maar een waarschuwingssignaal. En die klinkt hier, de zesde bazuin. En het verderf komt bij de rivier de Eufraat vandaan, zo lazen we. De plek waar Israël, het volk Israël, wel vaker onheil vandaan heeft zien komen. En dat beeld gebruikt de Heere God hier om te laten zien hoe die boze macht werkt. Want nogmaals, er zijn twee machten, onzichtbare machten, werkzaam ook in de wereld van vandaag. De macht van God en zijn woord aan de ene kant
en de macht van de duisternis aan de andere kant. En die macht van de duisternis, die krijgt van God nog een bepaalde speelruimte. Daarin zit gelijk ook een stukje oordeel van God. En helemaal zien we dat als het gaat over de dood. Kijk maar om je heen. En kijk in de wereld van vandaag. Denk aan de gevolgen van het coronavirus. Denk aan de gevolgen van oorlog. Dat mensen het zwaar tegen elkaar opnemen, met elkaar vechten, totdat ze er dood bij neervallen. Kijk dan vandaag om je heen. Je ziet die tekenen van de eindtijd. En de vraag vandaag is natuurlijk, wat doet dat met ons? Brengen die tekenen die wij zien, en Openbaring vertelt daarover, maar het is zo actueel, die tekenen die wij vandaag de dag dus zien, brengen die ons bij God? Het is pijnlijk hoe deze tekst van vandaag eindigt. Misschien moet je nog eens een keer nalezen. Maar door ook die plaag heen zijn er nog steeds mensen die zich blijven verzetten tegen God. Alles roept erom dat we bij God komen en dat we op Hem gaan vertrouwen. Want Jezus komt terug. En dat is niet alleen een waarschuwing, maar dat is ook een geweldige uitnodiging die vandaag naar ons toe komt. En dat God zegt, kom nou bij mij, vertrouw op mij. Want dan weet je één ding zeker, je zult niet sterven, maar leven. Leven tot in eeuwigheid. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we bij u mogen horen. Dat u de God bent, niet van de dood, maar van het leven. Dat u ons eeuwig leven wil geven. Help ons, Heer, om tot inkeer te komen, of ook dagelijks tot inkeer te komen en het van u te verwachten in ons dagelijkse leven. Als het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. Als we in een dal zitten. Als we geen uitweg zien. Heer, u kent onze situatie ook op dit moment. U kent de situatie van de samenleving en de wereld waarin we leven. Wilt u ons redden en uitkomst geven? In Jezus' naam. Amen.
space.